We zijn in Amsterdam-West. De gemeente is nog druk bezig dit teken op straat te spuiten. Zodat duidelijk is, je mag hier de komende tijd ook op de rijbaan fietsen. Waarom hebben jullie gekozen voor deze straten hier? Nou, deze straat mogen de auto's maar 30 km per uur. En het fietspad is smal en superdruk. Dus daarom is eigenlijk deze weg, want we dachten hier kunnen we het goed mengen met elkaar op de weg. En denken we dat het ook echt heel veel fijner gaat worden op het fietspad. Want daar is het nu vaak heel erg druk. Met allerlei soorten fietsers door elkaar, merken ook kinderen hier. Ja, het is wel druk, nu ook met de fatbikes en zo. Dus nou ja, soms word je een beetje afgesneden en zo. Ja, ik vind wel dat normale fietsers wel langzaam fietsen. Dus ik moet ze wel vaak inhalen en zo. Als het dan bijvoorbeeld 8:30 is, je moet naar school. Dat is meestal wel echt heel druk. Ja, brommers en snorfietsers, die mochten hier al op de rijbaan. Maar dus nu ook snelle fietsers. Sneller dan 20 km per uur moet je dan wel gaan. Nou, dat houdt dus vooral in elektrische fietsen en fatbikes. En het mag, maar het moet niet. Ja, ik vind dat wel goed. Want ik denk soms gaan ze echt veel te hard voor het fietspad. En dan vind ik dit heel goed. Ik vind het wel goed, maar ik denk ook dat ik het best wel eng vind. Want dan zit je wel met de auto's. Ja, ik vind het een goed idee. Want ik mag hier toch maar 30 rijden, sowieso. Dus het is sowieso sukkelen hier. Ja, ik vind het toch iets veiliger op het fietspad. Of dit een oplossing is voor drukke fietspaden, daar verschillen de meningen dus over. Maar fietspaden bijvoorbeeld breder maken, daar is vaak geen ruimte voor. En daarom hoopt de wethouder dat mensen snel wennen aan de gedeelde weg. Ik heb het zelf geprobeerd net. En de eerste keer dacht ik ook van, wat ga ik doen? Ga ik nu op de weg fietsen? Dat voelt alsof dat niet mag. Maar de tweede keer dacht ik, oh wat heerlijk. Ik kan hier echt heel lekker doorfietsen. Nou, ik hoop vooral dat het fietspad rustiger en veiliger wordt. Zodat eigenlijk heel veel kinderen, maar ook oudere mensen, gewoon weer lekker zelf op de fiets durven te stappen. De proef in Amsterdam duurt 3 maanden. De Fietsersbond houdt ook in de gaten hoe het gaat. Want wie weet is het dan ook iets voor in andere drukke steden? Ja, eerst maar even aankijken hoe het hier gaat en dan kan het altijd nog. Ik denk dat het niet per se nodig is in de rest van Nederland, want daar zal het een stuk minder druk zijn. Dus dat is denk ik niet nodig. En nu, waar ga je heen? De rijbaan, fietspad? Rijbaan.